بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Laten we het nu hebben over twee bijzondere studenten van de imam Ahmed. Dat zijn Salih en Abdullah, de zonen van de imam Ahmed. Dit zijn de twee oudste zonen en zij waren het meest dicht bij hem. Ze hebben het meest van hem gezien en het meest van hem geleerd. Want zij waren aanwezig in de openbare lessen, maar ook in de privélessen en in huis en in de moskee en overal waar de imam was. Ze hebben ook gezien hoe hij alles wat hij leerde aan de mensen praktiseerde. Salih ibn al-imami Ahmed ibn Hanbal, de oudste zoon van de imam. Hij werd geboren in het jaar 203 Hijri en stierf in het jaar 265 Hijri. Hij was altijd aanwezig als zijn vader de belangrijke geleerden en mensen thuis ontving. En zo heeft hij van de grootste bronnen in zijn tijd kunnen leren. En hij heeft de details van het leven van zijn vader doorverteld. En hij was altijd aanwezig tijdens de beproevingen van zijn vader. Hij vertelde wat zijn vader had meegemaakt in de gevangenis. En hij was degene die erbij was toen imam Ahmed samen met zijn vriend Mohammed ibn Nuh opgepakt werden en meegenomen werden naar al-Ma'moon. En hij vertelde het verhaal van imam Ahmed met een mutawakkil. En zo nog veel meer verhalen. Hij wist het meest over het leven van imam Ahmed. En hij was iemand van fiqh en ilm en zuhd. Maar toen hij oud werd, had hij een groot gezin met te veel kosten en te veel schulden, waardoor hij genoodzaakt was om een functie bij de staat te accepteren. Iets wat zijn vader totaal weigerde. Hij werd een rechter in Asbahan. Toen hij vertrok en daar aankwam, ging hij naar de moskee en bad twee raka'at. Vervolgens las hij de brief van een khalifa voor aan de mensen, dat hij de nieuwe rechter is van deze regio. En de hele stad begon feest te vieren. De zoon van de imam Ahmed is een rechter bij ons. Toen begon hij te huilen en te huilen. Heel pijnlijk gehuil. Tot de mensen om hem heen begonnen te huilen. Toen zei hij: weten jullie waarom ik huil? Ik herinnerde mij mijn vader en hoe boos hij zou worden als hij mij zo zag. Hij leerde mij altijd toen ik klein was en er een man langskwam die weinig had en heel veel zucht had, riep hij mij en zei: kijk, ik wil dat je net als hem wordt. Al-Imam Ahmed leerde zijn kinderen altijd om te behoren tot de mensen van het zucht. Vervolgens zei hij tegen de mensen: wallahi, ik heb deze baan alleen maar geaccepteerd omdat ik grote schulden heb die ik moet afbetalen. Salih bleef deze functie voor de staat vervullen tot hij overleed in Asbahan. En de andere zoon van imam Ahmed is Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal. Alles wat we over Salih hebben gezegd wat betreft het leven met hun vader, kunnen we ook zeggen over Abdullah. Er is één verschil tussen deze twee en dat is dat Abdullah geen baan heeft genomen van de staat. En hij is degene die zijn vader zag toen hij een haartje van de haren van de profeet sallallahu alayhi wa sallam pakte en het kuste en het op zijn oog legde. En hij vertelde de verhalen van zijn vader en het weigeren van alle giften. En qua kennis is Abdullah beter geweest dan zijn broer Salih, ondanks dat hij wat jonger was. En een imam gaf dit ook aan. Hij zei een keer tegen zijn vriend: Abdullah heeft heel veel kennis geleerd. En Abdullah zelf gaf dit aan zonder het te bedoelen. Hij zei: als ik over iets zeg dat ik het heb gehoord van mijn vader, dan heb ik het minimaal 2 of 3 keer direct van hem gehoord. Dus met andere woorden, ik gebruik niet mijn mening over de madhab van mijn vader. Ik heb het zeker van hem gehoord. Al-Imam Ahmed overhoorde zijn hadith die hij kende bij Abdullah, omdat hij een sterk geheugen had. Subhanallah. Abdullah is ook degene die het boek van zijn vader Al-Musnad heeft geordend. En hij heeft er 10.000 hadith aan toegevoegd. En hij heeft zelf nog veel andere boeken geschreven na zijn vader. Van de 4 imams die zonen hebben gehad, die kennis hebben opgedaan, is Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal veruit de beste. Hij was een goed persoon. Rajulun salih, sadiq al-lahja, kathir al-haya, eerlijk, oprecht, deugdzaam en een bescheiden, nederige geleerde. Hij werd geboren in het jaar 213 Hijri en overleed in Baghdad in het jaar 290 Hijri. We gaan nu naar een heel bijzonder verhaal. Een verhaal dat zich afspeelt in de tijd dat de imam Ahmed huisarrest had. Het is het verhaal van Baqi ibn Mughlid. Baqi is een geleerde uit Al-Andalus, helemaal in het westen van het islamitische land, wat vandaag de dag Spanje en Portugal is.
Hij was een student van hadith in Al-Andalus. En hij was zo goed dat hij steeds van geleerde naar geleerde ging. Tot hij alle geleerden van Al-Andalus is afgegaan. Hij heeft alles geleerd wat hij daar kon leren. Maar hij had nog niet genoeg. Hij wou meer. Dus hij vroeg: wie weet het meest van de hadith op aarde? Ze zeiden tegen hem: Ahmed ibn Hanbal. Dus hij besloot om helemaal naar Baghdad te gaan. Om kennis op te doen van de imam Ahmed. Maar hoe kan Baqi uit Al-Andalus Baghdad in het oosten bereiken? Hij is heel erg arm. Hij heeft amper genoeg eten. Hij begon te werken voor anderen. Geld te verdienen. Een beetje eten, de rest sparen. En verhuisde een klein beetje richting het oosten. Als het geld op is, zoekt hij werk op zijn nieuwe woonplaats. Verricht arbeid, spaart en verhuist weer. Zo bleef hij doorgaan. Subhanallah. Wanneer iemand een doel heeft voor ogen, dan strijdt zo iemand voor zijn doel. Alles wordt makkelijk wanneer je vastberaden bent. Er wordt gezegd dat hij 5 jaar onderweg was. 5 jaar vanuit Al-Andalus in het westen naar Baghdad in het oosten. Iedere keer een klein beetje verhuizen. Leer hiervan, mijn beste broeders en zusters. Stel hoge doelen op en streef ernaar en werk er hard voor. Houd jezelf niet bezig met zinloze zaken. Jouw leven is meer waard dan je denkt. Benut het voordat het te laat is. Zo was Baqi ibn Mukhlid. Hij heeft zijn tijd en moeite gestoken in het leren van de Koran en Sunnah. En om de Koran en Sunnah te dienen. En uiteindelijk kwam Baqi ibn Mukhlid na deze lange vermoeiende reis aan in de buitenwijken van Baghdad. In deze periode dat Baqi onderweg was, was de fitna begonnen. En die periode was de imam Ahmed gemarteld, gevangen genomen. Dat allemaal terwijl Baqi ibn Mukhlid onderweg was. Van Al-Andalus naar Baghdad. Vervolgens werd hij vrijgelaten en kreeg huisarrest. Maar Baqi wist niks door zijn vele verhuizingen en arbeid. Hij heeft het nieuws niet meegekregen. Dus hij kwam aan in de buurt van Baghdad. En hij zag een karavaan dat vertrok uit Baghdad. Hij kwam naar ze toe en vroeg ze: hoe kan ik al-imam Ahmed ontmoeten? Ze zeiden: weet jij niet wat er met imam Ahmed is gebeurd? De hele wereld heeft ervan gehoord. Ze vertelden hem dat hij gevangen was genomen en daarna vrijgelaten. En nu zit hij onder huisarrest. Hij mag niemand zien en niemand mag hem zien. Hij zei: la hawla wa la quwwata illa billah. Ik heb zo lang gereisd om hem te zien. En nu kan ik hem niet ontmoeten? Toen heeft hij nagedacht. Wat zal ik doen? Hij dacht: ik ben nu toch hier. En er zijn hier veel andere geleerden. Laat me tenminste iets van hun leren. Tot Allah dit probleem opheft. Hij kwam de grote moskee binnen. Zoals jullie weten, de moskee was het centrum van de beschaving en civilisatie. De moskee was dé plek voor onderwijs. En militaire expedities worden voorbereid. Dit is de waarde van de moskee in de islam. Hij begon langs de groepen te lopen die les krijgen. Tot hij bij een groep aankwam die zo groot was, gigantisch. Hij keek en hij zag een geleerde lesgeven. Deze geleerde gaf les in ilm al-rijal. De studenten leerden van hem wie wel betrouwbaar is en wie niet. Van wie ze wel hadith moeten nemen en van wie niet. Baqi zag de mensen vragen stellen. En iedere keer als ze over iemand vroegen, zegt hij of hij wel betrouwbaar is of niet. Baqi zegt: ik stond versteld. Er was geen naam die ze noemen of hij kent hem wel. Kent hij alle mensen? Hij weet precies wie wie is. Dus ik wou hem testen, zegt Baqi. Kijken of hij echt alle namen kent van de hadith overleveraars. Deze man was natuurlijk Yahya ibn Ma'in, de goede vriend van de imam Ahmed. Dus ik schreeuwde: ja imam, ik ben Baqi ibn Mukhlid. Ik kwam lopend uit Al-Andalus. Dus sta mij toe om te vragen. Yahya sprak: jij hebt voorrang, spreek. Wat deed Baqi ibn Mukhlid? Hij heeft gestudeerd in Al-Andalus en hij kent de geleerden van zijn land, want hij heeft daar geleefd. Dus hij wou hem testen met de geleerden van zijn land. Helemaal in het westen. Dus ik zei: ma taqulu fi fulan? Hij gaf antwoord. Hij herkende al de namen die ik noemde. En heeft de mensen beschreven net zoals ik ze ken. En zelfs beter. Ik stond totaal versteld van hem, zei Baqi. En door mijn vele vragen werden de mensen geïrriteerd. Want ze hebben ook vragen en het is een hele grote groep. Iedereen wil vragen stellen. Dus ik wou afsluiten en ik zei: nog één vraag.
Yahya ibn Ma'in zei, haat, vertel. Baqi ibn Mukhlid zei, ma taqulu fi Ahmad ibn Hanbal. Dit was een gevaarlijke vraag. Vooral politiek gezien. Want Ahmad ibn Hanbal is gestraft door de staat. En nu in huisarrest. Dus niemand mag aan de kant van een imam Ahmad staan. Want anders sta je tegenover de staat. Gaat Yahya antwoord geven op deze politieke en religieuze vraag? Yahya ibn Ma'in was geniaal in zijn antwoord. Hij zei, Waihak, luister naar wat je zegt. Vraag jij iemand als ons over Ahmad ibn Hanbal? Dat is imamul muslimin. Dat is imamul sunnah. Wallahi, ma ala al-ardi khayrun min Ahmad ibn Hanbal. Wallahi, ma ala al-ardi a'lam min Ahmad ibn Hanbal. Wallahi, ma ala al-ardi afdal min Ahmad ibn Hanbal. Hij begon alle goede punten van de imam Ahmad op te noemen. En zijn waarde en zijn kennis. En hij bleef maar doorgaan. Hij heeft niemand zo beschreven als hoe hij de imam Ahmad ibn Hanbal beschreef. Waihak, luister naar wat je zegt. Vraag jij iemand als ons over Ahmad ibn Hanbal? Yahya ibn Ma'in, de grootste geleerde in al-jarh wa ta'dil. De beste in de kennis over de personen. Dit is zijn getuigenis over al-imam Ahmad ibn Hanbal. Dit terwijl imam Ahmad boos op hem was. Baqi dacht, nadat Yahya hem zo had beschreven, had ik nog meer pijn dat ik hem niet kon ontmoeten. Ik kwam helemaal uit een Andalus om hem te zien. En ik kon nu niet. Nu vraag ik een geleerde over hem en hij zegt, je zult nooit iemand als hem vinden. Hoe kan ik al-imam Ahmad niet ontmoeten? Hij zegt, mijn streven en mijn zin om hem te ontmoeten werd steeds groter. En om van deze grote imam te leren. Hij keerde terug naar Al-Khan. Dat is een soort hut die men verhuurt om in te overnachten. Net als hotels vandaag de dag. En hij begon na te denken over een manier. Een wijze. Een oplossing om een imam Ahmad te ontmoeten. En om van hem te leren. Vervolgens vertrok hij op het warmste moment van de dag. De tijd van een dhuhr. De zon staat hoog aan de hemel. Het is heet, er zijn weinig mensen buiten en de bewaking rond het huis van al-imam Ahmad is zwak. De soldaten waren of een dutje aan het doen, of aan het eten, of schaduw aan het zoeken. Toen hij de situatie rondom het huis zo zag, klopte hij op de deur van al-imam Ahmad. En al-imam deed open. Deze jonge man sprak en zei, ja imam, ik ben Baqi ibn Mukhlid. Ik kwam lopend vanuit al-Andalus naar u toe. Fa'allimni, leer mij. Alsjeblieft. Al-imam Ahmad stond versteld van deze grote wilskracht. Lopend vanuit al-Andalus? Wie doet zoiets? Wie kan zoiets doen? Wie heeft dit geduld? In een tijd waar reizen en transport niet eenvoudig was. Dit alles voor het opdoen van kennis. Al-imam Ahmad zei, jij hebt voorrang op anderen. Maar jij hebt zeker gehoord wat ik nu meemaak. En wat met jou kan gebeuren als ze jou zien. Baqi zei, ook al word ik opgepakt, leer mij iets. En imam Ahmad dacht na. Hij zei, als je echt serieus bent in het opdoen van kennis, volg mijn opdrachten. Hij zei, ja, je gaat nu weg. En morgen kom je rond deze tijd weer hier. Op het warmste moment van de dag. Weinig mensen op straat. Maar kom vermomd als een bedelaar. Je moet eruit zien als een zwerver. En kom bedelen voor mijn deur. Dan doe ik open en breng ik je naar binnen. Ik vertel je één of twee hadith en dan vertrek je weer. Baqi zei, ja zeker, doe ik. De volgende dag kwam Baqi inderdaad vermomd als een bedelaar. Met gescheurde kleren. En hij riep, Al-ajr yarhamukumullah. As-sadaqa yarhamukumullah. Zo riepen de bedelaars in die tijd. Hij klopte op de deur. Al-imam Ahmad deed open, bracht hem naar binnen en zei tegen hem, Ihfab, onthoud. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. En hij vertelde hem twee of drie hadith en zei, ga weg. En hij gaf hem een stukje brood in zijn hand. En Baqi vertrok na een paar minuutjes met twee of drie hadith die hij heeft onthouden en een stukje brood in zijn hand. En zo liep hij terug naar huis. Al-ajr yarhamukumullah, as-sadaqa yarhamukumullah. En hij bleef dit zo voortzetten in Baghdad. Eén dag komt hij langs en weer een paar dagen niet, zodat de soldaten hem niet in de gaten houden. Wat voor motivatie is dit
om kennis op te doen. Zo bleef hij in die periode van al-Mu'tasim en vervolgens ook de khalifa al-Wathiq. En toen kwam de tijd van al-Mutawakkil en de fitna werd opgeheven. En al-Imam Ahmed kwam volledig vrij. En al-Imam Ahmed kwam terug naar de grote moskee om zijn lessen van hadith te vervolgen. En de leerlingen kwamen van alle kanten van de wereld naar hem om van hem te leren. Van Khurasan en van al-Andalus. Tot zijn les zo groot was dat de leerlingen achterin niks meer konden horen. Baqiyy ibn Mukhlid zegt ineens, ik kon niet meer bij al-Imam Ahmed komen. Ik kreeg eerst privéles, 2 hadith per dag. En nu moet ik met de rest van de mensen leren en ik krijg niet eens de kans om te horen. Baqiyy ibn Mukhlid zegt, ineens kon ik niet meer bij al-Imam Ahmed komen. Ik had een paar dagen geduld, maar na een paar dagen kon ik niet meer. Toen de les net zou beginnen en al-Imam Ahmed zat net op zijn stoel, riep ik, ja imam, ik ben Baqiyy ibn Mukhlid. Al-Imam Ahmed zei, laat hem langs. De mensen maakten ruimte voor Baqi en hij liep helemaal naar voren. En de mensen keken hem heel raar aan. Wie is deze man die helemaal naar voren mag? De imam zei, zit hier, naast mij. En hij zei, stel jouw vragen. Baqi begon te vragen en te vragen, tot ik me voor de mensen schaamde. Niemand kent hem. Hoezo geeft de imam hem zoveel waarde? Al-Imam Ahmed had hem verboden hiervoor om ergens anders les te volgen, zodat hij niet bekend wordt. Anders weten mensen dat hij geen bedelaar is. Dus hij bleef volledig ondergedoken en niemand kende hem hiervoor. Toen keek imam Ahmed naar de mensen en zei, Men arada an yandhura ila talib ilm, fal yandhur ila hada. Wie een student van kennis wilt zien, kijk maar naar deze. Dit was de waarde van Baqi ibn Mukhlid. En voeg hieraan toe dat hij een keer ziek werd. En hij kon niet naar de les komen. Hij bleef in zijn hut. Al-Imam Ahmed miste hem en hij vroeg, waar is Baqi ibn Mukhlid? Ze zeiden, hij is ziek. De imam zei, sta op, we gaan hem bezoeken. Stel je nu voor, de hele halaqa van al-Imam Ahmed, de hele klas, zijn hele groep staat op en gaat met hem en beweegt zich naar de hut van Baqi. Baqi vertelt, ik wist dat al-Imam Ahmed naar mij toe kwam, doordat mijn hut begon te trillen van de drukte die buiten te voelen was. En iemand riep, Ja'a imamul muslimin. Zo werd de waarde van Baqi ibn Mukhlid de leerling van imam Ahmed. En hij keerde daarna terug van Baghdad naar al-Andalus. En hij werd een van de grootste geleerden van al-Andalus. We gaan nu over naar een andere persoon. Iemand die geen directe leerling was van al-Imam Ahmed. En hij heeft geen les van hem gevolgd. En hij heeft hem ook niet gezien. Maar deze man werd zo belangrijk dat niemand de madhab van al-Imam Ahmed kan noemen zonder hem te noemen. Dat is Abu Bakr al-Ghallal. Deze man is de pilaar van deze wetschool. Want hij heeft zijn leven toegewijd aan het verzamelen van alle onderdelen van de wetschool van al-Imam Ahmed. Hij leerde van de leerlingen van al-Imam Ahmed en reisde voor zijn kennis en heeft hiermee de wetschool geordend en gestandaardiseerd. Net zoals de bekende geleerde Suhnoon heeft gedaan met de wetschool van al-Imam Malik. Suhnoon heeft al-Imam Malik nooit ontmoet, maar hij heeft wel zijn leven toegewijd aan het leren en verzamelen van deze wetschool. En hij is daarmee een bewijs geworden voor alles wat je wilt weten over de wetschool. Abu Bakr al-Ghallal was een mens met een doel voor ogen. En zonder hem was de wetschool van al-Imam Ahmed niet geordend voor de mensen. Zo weten we hoe deze wetscholen zijn gebleven voor ons. Door middel van zulke uitstekende studenten die een geweldige prestatie voor deze umma hebben geleverd. Mogen Allah ze allen belonen. De Hanbali wetschool kent veel grote geleerden door de eeuwen heen. Zo is Ibn Qudamah al-Maqdisi, een geleerde van al-Quds in de 6e eeuw al-Hijri. En Ibn Taymiyyah rahimahullah en zijn leerling Ibn al-Qayyim in de 7e eeuw. Grote geleerden van de Hanbali wetschool geweest. Mogen Allah ze alle genadig zijn. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.